welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel kan zien, hebben we vandaag weer een budgettoppers video voor je. En als je deze serie op ons kanaal hebt gevolgd, is het alweer een tijdje geleden dat we deze voor je hebben opgenomen. Maar vandaag zijn we terug. Nou, mocht je nog niet bekend zijn met deze serie, in de budgettoppers delen wij altijd leuke nieuwtjes en tips van dit moment. Dus als wij dus een tip aan je delen, betekent dat dat echt binnen nu en een paar dagen nog te shoppen is. Dat die actie geldt, dus je moet er altijd heel snel bij zijn. En met deze serie willen we jullie gewoon wat aanbiedingen laten zien. Waarmee je gewoon wat centjes kan besparen die je misschien weer kan uitgeven aan leuke dingen doen. Dus laten we snel beginnen. We beginnen in de categorie beauty. En op dit moment is er een leuke actie van Dio en de DA. Ze hebben allebei dezelfde actie. En ze hebben namelijk een actiezak. En deze kun je vullen met allemaal beauty spulletjes. En bijna alles wat je dan in die zak kan passen, daar krijg je dan 21% korting op. En er zullen wat uitzonderingen zijn met bepaalde producten die niet meedoen aan die actie. Maar dat zal allemaal wel op die zak staan. Nou, die actiezak die vind je dus in de winkel zelf. Dus ik zou zeggen, ga even naar de winkel. Kijk even op de zak naar alle precieze voorwaarden. En vul hem gewoon lekker helemaal vol. Gaan we door naar trekpleister. Want ook bij trekpleister hebben ze momenteel heel veel acties. Denk aan 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, 2 plus 2 gratis. Al dat soort acties zijn altijd super fijn. En deze acties gelden echt op heel veel producten. Denk aan gezichtsverzorging, zonnebescherming, make-up, echt van alles en nog wat. Dus als je dus nog wat nieuwe dingetjes nodig hebt, zou ik zeker even daar gaan kijken. En bij Ethos hebben ze ook heel veel 1 plus 1 gratis acties. En die wil je echt niet missen, want dan heb je echt met 5% korting je producten. En je hebt waarschijnlijk wel wat nodig als je op vakantie gaat. En wat ook heel erg leuk is dat je nu bij de Ethos kan sparen voor festivaltickets. En dan kan je steeds een ticket sparen van 2,50 euro. En die kan je opstapelen tot 10 euro. En dan kan je die korting dus krijgen voor bepaalde festivals. Welke festivals dat zijn, dat vind je op de site. Gaan we door naar Big Bazaar, want daar hebben ze momenteel een leuke actie op de Batiste droogshampoos. Zoals je vast wel weet, zijn we echt super fan van Batiste. Dus als er een aanbieding is voor dit droogshampoo merk, dan zijn wij heel erg enthousiast. Bij Big Bazaar heb je namelijk nu 2 Batiste droogshampoos voor 6 euro. Dus dat is wel een fijne aanbieding. En droogshampoo is natuurlijk super chill om de dagen dat je haar moet wassen wat langer uit te stellen. En dus ook heel erg fijn om mee te nemen naar bijvoorbeeld een weekendfestival. Als jullie nog festivalplannen hebben, laat het eventjes weten in de comments. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. In de categorie lifestyle beginnen wij met een persoonlijke favoriet en dat is de SodaStream. En dit is een apparaat waarmee je bruisend water kan maken. En je kent de SodaStream misschien wel uit 2 video's die Larissa en ik online hebben gezet daarover. Waarin we hem eigenlijk gebruiken op een manier dat niet helemaal de bedoeling is. Maar bij de Blokker heb je op dit moment een hele fijne aanbieding voor een SodaStream voor maar 59 euro. En je krijgt er dan ook een cilinder bij en nog 2 flessen. En dat is wel een heel erg mooi en fijn prijsje. En je kunt daar trouwens ook terecht voor allemaal siroopjes, waarmee je dus bepaalde frisdranken kunt maken. En misschien komt deze aanbieding je een beetje bekend voor, want we hebben deze al vaker genoemd. En het is niet gesponsord, we zijn gewoon super fan van de SodaStream en daarom delen we het steeds met jullie. Want we zouden het gewoon heel erg leuk vinden als jullie er ook eentje hebben. Nou, ik blijf nog eventjes bij SodaStream hangen, want bij Lidl heb je momenteel ook een aanbieding op de SodaStream. Deze kost daar 45 euro en het gaat wel om een iets ander model, dus je zou eventjes moeten kijken van welk model jouw voorkeur heeft. Maar deze bij de Lidl is dus 45 euro, je krijgt ook de cilinder bij en de flesjes om natuurlijk het water in Te bubbelen, zeg maar. En je kan bij de Lidl zelf ook nog 2 extra flessen kopen. En dus op die manier kan je je hele set compleet hebben. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat het nu dus zowel bij Blokker als bij Lidl te shoppen is. Nou, wij zijn heel erg benieuwd. Houden jullie van water met of zonder bubbels? Laat het eventjes achter in de poll die we hebben aangemaakt. Nou, bij de Lidl heb je op dit moment een hele fijne aanbieding voor kledinghangers. En dan niet zomaar kledinghangers, maar die velvet kledinghangers. En die zijn dus een beetje stroef. En op die manier dan glijden je kledingstukken er niet vanaf. Dat vind ik zelf altijd heel erg irritant. En ze hebben ook nog eens een haakje. En het fijne hieraan is dat je dus bijvoorbeeld die hangers aan elkaar kan hangen. En misschien komt dit je wel bekend voor, want hier is Larissa echt altijd naar op zoek. Ja, deze zijn echt ideaal, want het zorgt ervoor dat je gewoon wat ruimte in je kledingkast bespaart. Omdat ze dus onder elkaar gaan hangen, wat super chill is. En ik heb deze volgens mij origineel een keer bij Prima gekocht. Toen nooit meer gevonden. Toen ben ik een keer bij TK Maxx een paar tegengekomen. En toen heb ik gelijk ingeslagen. Maar verder kom je deze hangers bijna nooit tegen. Zelfs niet op AliExpress. Ik heb gezocht. Ik heb er ook nog een keer een video over gemaakt trouwens. Maar ze hebben ze nu dus gewoon bij de Lidl. Als het goed is in 2 kleurtjes. Grijs en groen. Niet mijn favoriete kleur. Grijs en groen.
Nee, want ik zou heel graag zwart willen hebben. Ik zag die niet op het plaatje staan, dus ik weet niet zeker of ze zwart hebben. Ja, en ze liggen op dit moment ook nog niet in de winkels. Vandaar dat we nu eventjes deze zwarte laten zien. En ze kosten dus maar 5 euro en dan krijg je 10 stuks. Gaan we door naar de Aldi, want daar hebben ze een hele leuke aanbieding voor plantjes en potjes. Je hebt er namelijk een hele leuke plant in pot die je kan hangen. Dus dan hangt die aan touwtjes omhoog. Vinden wij de laatste tijd echt super leuk. Is gewoon heel tof voor in je huiskamer of op je balkon of in je slaapkamer, waar dan ook. En deze is te koop voor 3,99 euro, wat ik wel een heel fijn prijsje vond. Dan hebben ze ook nog een mini vet plantje met een pot erbij en die kost maar 1,99 euro. Dat is heel erg fijn als je gewoon niet zo'n grote plant wil. Misschien nog niet zoveel ruimte hebt, zoals in je studentenkamer misschien. Maar dan toch nog een plantje neer wil zetten. En ze hebben ook nog een hele mooie vetplant in een hele mooie sierlijke betonachtige pot. En deze kost 3,99 euro. Krijg je dus ook weer de plant en de pot samen, dus je bent meteen klaar. En we vonden die er ook wel heel erg stoer uitzien. Nou, momenteel zijn er ook echt ontzettend veel van die floaties te koop, van die opblaas dingen eigenlijk zijn ze er momenteel echt in elke vorm en maat en kleur dat je maar wilt. Dus denk aan Kruidvat, Casa, Zenos, Trekpleister, Big Bazaar. En ook bij de Ethos. Bij de Ethos heb je nu namelijk een hele toffe. We kregen al een tip ook via Instagram. Het is namelijk een floatie in de vorm van een alpaca. En ik vind hem echt ontzettend schattig. Ja, vaak zie je toch wel wat floaties terugkomen bij verschillende winkels die een beetje hetzelfde zijn. Ja, bijvoorbeeld de bekende unicorn. Flamingo float. Meloen. Maar deze alpaca float heb ik echt serieus nog nergens anders gezien. Dus deze vonden we ook heel erg leuk om met jullie te delen. Hij is te shoppen bij Ethos voor €16,99. En dat maakt hem dus niet de goedkoopste, zeg maar, op de markt. Maar als je een beetje origineel misschien wil zijn of een keer wat anders wilt hebben, dan is dit wel een hele leuke tip. En hij ziet gewoon heel schattig uit. De treindagkaarten zijn weer in de aanbieding bij de Kruidvat. En jullie kennen ze wel. Met dit kaartje kun je eigenlijk door heel Nederland reizen de hele dag door. Want hiermee kan je gewoon dus alle kanten op. En het kan enorm veel geld schelen. Eén kaartje kost bijvoorbeeld €15,99. Maar mocht je er nou twee kopen samen met een vriendinnetje, dan kost het €14,99. En als je er drie koopt, €13,99. Dus dat is echt ideaal als je met je vriendinnen gewoon een dagje op vakantie een staycation gaat doen in Nederland. Nou, mocht je dus met zo'n treinkaartje naar het prachtige Utrecht willen komen deze zomer en je bent nog op zoek naar leuke hotspots van zowel foodtentjes als winkeltjes bijvoorbeeld, hebben we daar al een videootje over gemaakt. En die zullen we even linken in het i'tje en ook in de beschrijving. Nu moet ik wel zeggen dat we daar alleen maar tentjes hebben van het centrum vooral. En voor lunchtentjes, dus niet voor avondeten. Mochten jullie nog interesse hebben in een video over leuke dinerplekjes in Utrecht, laat het even weten. Dan maken we daar ook nog even een video van. Bij Wibra heb je op dit moment een set met drie verschillende reiszakken of reistassen. En dat zijn van dit soort dingen. Het zijn eigenlijk van die zakken waar je dus je kleding in kan doen. Sokken, ondergoed, topjes, wat dan ook. Dan kan je gewoon heel makkelijk je kleding een beetje organiseren. Het blijft een beetje op dezelfde plek zitten. En dat is gewoon echt ideaal wanneer je straks op vakantie gaat. En je kunt ze trouwens ook gebruiken in je backpack en niet alleen in je koffer. En wij vinden het gewoon heel erg handig omdat we op die manier gewoon heel makkelijk bij onze spullen kunnen komen. Je pakt gewoon een tas en je weet van hier zitten mijn broeken in, hier zitten mijn topjes in of alleen maar jurkjes en hou het een beetje georganiseerd. Bij de Wibra kan je dus een driedelige set kopen, dus met drie verschillende maatjes. Daar kosten ze €3,99 en dat is wel heel erg handig om te hebben voor deze zomer. Bij de Wibra heb je ook een toilettas met een dubbele laag waarmee je dus ook je spulletjes kunt organiseren. En het klinkt allemaal heel erg heftig of zo misschien om alles zo netjes te houden. Maar dat is echt super fijn. Want je weet dat het gaat op vakantie. Op een gegeven moment gooi je gewoon alles erin. Maar op deze manier hou je toch nog een beetje gescheiden van elkaar. Nou, blijf nog eventjes bij Wibra. Want daar hebben ze momenteel ook een hele leuke back to school collectie. En dan vooral degene met de gekleurde marble vind ik heel erg leuk. En daar zag ik bijvoorbeeld een hele toffe A4 documentenmap. Het is heel erg handig om daar al je papieren in te doen als je die bijvoorbeeld op school uitgereikt krijgt. Nou, in deze collectie zitten ook een hele hoop schriftjes en notitieboekjes. Die willen wij op dit moment niet promoten, want wij zijn op dit moment heel erg fan van de Green Book. Dat is een whiteboard notitieboek met uitwisbare pagina's. En ook dit is een budget tip. En we leggen je alles erover uit in de video die we erover hebben gemaakt. Mocht je die gemist hebben, klik dan even op het i'tje. Gaan we door naar Big Bazaar. Daar heb je momenteel namelijk een hele leuke retro ventilator in de aanbieding. Ik heb deze ook al voorbij zien komen bij Casa en bij Hema. Ik heb degene van Casa en die van Hema is ook heel erg leuk. Maar deze van Big Bazaar is nog ietsje fijner, want deze kost namelijk maar €17,50. En dat is op dit moment de goedkoopste die ik heb gezien. We zijn
uiteindelijk eventjes naar de Big Bazaar gegaan om te kijken hoe die eruit ziet. En hij is verkrijgbaar in 2 verschillende kleurtjes, namelijk in wit en in rood. En ik denk dat beide wel heel erg cute zijn. Het is natuurlijk heel erg fijn om op je tafel te zetten of op je balkon, waar dan ook. En hij heeft gewoon een hele leuke look. Ook bij de Big Bazaar hebben ze op dit moment een aanbieding in de waterproof tasjes. En dat zijn speciale tasjes zoals deze. Misschien kan je het nog wel herinneren uit onze Normal en Action shoplog. Toen hadden we deze bij de Normal geshopt. En bij de Big Bazaar hebben ze ook meerdere formaatjes. Dit is namelijk degene voor 2 liter, dus dat is best wel aan de kleine kant. Maar bij Big Bazaar heb je zelfs de grootste van 15 liter. Dus daar kan je echt heel veel spullen in kwijt. En dit soort tasjes zijn gewoon heel erg handig wanneer je spullen bij je hebt die je echt gewoon droog wilt bewaren eigenlijk. Zo ben ik laatst wezen suppen. Toen heb ik deze gewoon op de voorkant van mijn bord gedaan. Niet super verantwoord, nee. Maar mochten die dan in het water vallen met wat spulletjes erin, zoals... Ik kan nu even iets bedenken met mijn telefoon. Dan blijft hij drijven. En dan is het is natuurlijk niet de bedoeling dat je ermee gaat duiken. Maar dan blijft hij wel drijven. En hij kan tegen spetters. Dus je spullen blijven veilig. En die grotere tassen zijn ook handig om te delen. Als je bijvoorbeeld met allemaal vrienden op een boot gaat. En je weet toch dat er gespetter gaat komen. En je wil je kamer erin bewaren bijvoorbeeld. Ja, ook met kanoën, waterfietsen. Al dat soort dingen zijn volgens mij van die activiteiten die je misschien wel van de zomer gaat doen. Dus dan is het wel heel erg fijn om te weten dat dit soort tassen dus te koop zijn. Ze zijn bij Big Bazaar te koop vanaf €4,99. Dus ik neem aan dat dat de prijs is voor de kleinste. En dan hoe groter je tas neemt, hoe meer de prijs zeg maar iets omhoog gaat. Maar ik denk dat het wel echt een must-have is voor deze zomer. En bijvoorbeeld als je naar het strand gaat. Gaan we door naar de volgende categorie, namelijk fashion. En daar hebben we deze keer ook wat leuke tips voor je. En we beginnen bij Zeeman, want daar zag ik in het krantje staan dat ze nu aanbieding hebben op hele speciale BH's. Nou ja, heel speciaal. Het zijn t-shirt BH's zonder beugel, dus dat lijkt me wel heel erg fijn. Ik ben echt een fan van t-shirt BH's. Dat is eigenlijk het enige wat ik draag, want het zit gewoon het mooiste onder simpele shirts. Zoals de naam ook wel doet denken. En deze zijn dus zonder beugel. En dat leek me wel extra comfortabel. Gewoon vooral tijdens warme dagen. Kan het soms een beetje wat oncomfortabel zijn. En dan is deze dus zonder beugel wel heel erg handig. Het wordt verkocht in een 2-pack voor €7,99. Dus dat vond ik echt een super budgetprijsje. En je hebt dan het pack met wit en roze. Dat is degene die ik hier in mijn hand heb. Of je kan kiezen voor grijs en zwart. Bij de Big Bazaar heb je op dit moment huisslippers voor €4,99. Is misschien niet het allergoedkoopste prijsje die je zal vinden voor huisslippers. Maar we vonden het alsnog wel een passende voor in deze budgettoppers video. Ze hebben namelijk op dit moment hele leuke slippers met een gouden tekst erop. Die kon ik op dit moment niet vinden in de winkel helaas. Misschien dat ze inmiddels wel zijn bijgevuld. Dus als je nu gaat kijken dat ze er wel liggen. Maar die vonden we wel heel erg leuk. En ja, wij lopen zelf ook altijd rond op huisslippers. Dat klinkt echt super, super burgerlijk of zo. Maar het is gewoon lekker. Het houdt je voeten nog een klein beetje warm in de ochtend en in de avond. En in de middag. En om het extra warm en cozy te houden, hebben ze op dit moment ook een unicorn badjas bij de Big Bazaar liggen. En deze is echt super lekker zacht en heel erg schattig. Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat het dus kindermaatjes zijn. Ik heb me geprobeerd erin te wurmen, maar was helaas toch net iets aan de kleine kant voor mij. Nou, deze badjas kost €9,99. Nogmaals, hij was super lekker zacht. En misschien wel heel erg chill voor op de dagen dat het niet zo warm is in Nederland. Bij de Big Bazaar hebben ze op dit moment ook leuke heuptasjes in de aanbieding voor €4,99. Ik ben naar de winkel gesprint en ik heb ze niet gevonden. Dus ik laat nu eventjes andere soorten zien, zodat je een beetje een idee hebt van hoe zien heuptasjes er ook weer uit. En dit is gewoon heel erg handig en chill voor tijdens het uitgaan bijvoorbeeld of tijdens een citytrip. Want je hebt al je bezittingen gewoon lekker tegen je lichaam aan, dus dat is veilig. En je hebt je handen vrij voor een drankje of om je handen in de lucht te doen. Ja. Een nummer of iets dergelijks. En het is ook wel echt een heel erg fijn prijsje. En als we het dan toch over party tasjes hebben, ik kwam ook nog deze super toffe tasjes voor €9,99 tegen in de Big Bazaar. Met een holographic-achtige, ik zou willen zeggen stof, maar het is eigenlijk meer plastic of rubber. En ze zijn wel echt een flink stukje groter, dus je moet flink wat mee willen nemen naar een feestje. Dus ik weet niet of het echt heel erg partyproof is, maar ik vond ze wel heel erg feestelijk eruit zien. Gaan we door naar de categorie food en dan beginnen we gelijk even bij de Lidl. Bij Lidl heb je vaak van die bepaalde soort periodes in verschillende thema's. Op dit moment is het dus de Amerika thema en dat vind ik wel heel erg leuk, want het staat echt vol met allemaal lekkers, zoete dingetjes. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld de afbak bagels die mij ook wel heel erg interessant lijken. Ik zag dat ze nu Duff bier hebben, dus als je de Simpsons kent,
Dat is zeg maar het biertje wat Homer altijd dronk. En deze verpakking ziet er gewoon super cool uit. Leek me gewoon heel erg grappig om dat misschien een keertje te hebben voor een foto of iets dergelijks. Ik weet niet zeker of het een beetje smaakt. En ik wil ook niet precies per se promoten dat je bier moet gaan drinken. Maar ik vond het gewoon een heel leuk dingetje die mij opviel in deze Amerika-weken bij Lidl. Een andere leuke foodtip is de app Too Good To Go. En misschien heb je er al vaker een video over langs zien komen hier op YouTube. En dit is ook compleet niet gesponsord. We hebben die app al een tijdje in gebruik ook. En dit is een app waarbij je eten kan bestellen bij diverse eettentjes bij jezelf in de buurt. En wat er namelijk gebeurt aan het einde van de dag bij veel winkels en restaurantjes is dat ze eten moeten weggooien. Denk je bij aan pokeballs of vers belegde broodjes en dergelijke, maar ook gewoon überhaupt brood bij de bakker of koekjes. Dus wat je kan doen is voor een heel goedkoop prijsje kan je een magic box kopen voor bijvoorbeeld €3,50 of zo, €3 of €4. Ter waarde van €13 of €15 of whatever. En dan kan je het ophalen om een bepaalde tijd bij de winkel. En dan krijg je gewoon allemaal lekker eten voor een veel goedkopere prijs. En op die manier wordt het dus niet weggegooid. Want anders wordt het dus weggegooid. Dus heb je een beetje iets gedaan tegen die food waste. En dat vinden we wel echt een supergoed initiatief. En we hebben het nu dus al een paar keer geprobeerd met diverse winkeltjes. En het is elke keer weer echt topspul. Too Good To Go moet natuurlijk wel werkzaam zijn in de stad waar je leeft. In Utrecht in ieder geval wel. En wij zijn heel erg fan van bakkerij Nepelenbroek. Dan krijg je echt super chill brood. Lekker vers. En nu denk je misschien van, dat maak ik niet zo snel op. Maar zij zeggen zelf ook van, je kan het meteen invriezen. En op die manier heb je steeds vers brood. District Coffee vonden we ook heel erg chill. Ja. Dus dat waren onze tips. Ga ik door naar Dirk van den Broek. Dat is een supermarkt. En daar heb je momenteel een actie voor frisdrank, blikjes. En het leuke aan deze actie is dat je dus allemaal verschillende merkjes met elkaar mag mixen. En je krijgt 6 blikjes voor €2,50. Dus dat is echt best wel een goede prijs. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat je dus gewoon kan kiezen voor 1 blikje cola, 1 blikje Fanta, 1 blikje van 7-Up, ik noem maar wat. Dus als je bijvoorbeeld een picknick gepland hebt met wat vrienden, kan je dus op deze manier gewoon allemaal blikjes kopen. En je bent niet een vermogen kwijt, omdat je dus alles lekker kan mixen en iedereen kan zijn eigen voorkeur kiezen, zeg maar, als het ware. En wat ook wel heel erg fijn is, is dat als je niet zoveel frisdrank drinkt zoals wij, we drinken het echt alleen op gelegenheid, dan kan je gewoon een blikje openen, heb je gewoon lekker veel prik en dan hoef je niet zeg maar zo'n hele grote fles te openen waar je maar 1 glas uit haalt en daarna gaan al die bubbels weg en zo. Zou je natuurlijk kunnen terughalen met de SodaStream, maar dat is gewoon niet helemaal de bedoeling. Nou, we hebben ons best gedaan om de toppers van al deze aanbiedingen weer voor jullie eruit te pikken. Ik ben benieuwd of jullie trouwens inmiddels al een nee en nee sticker op jullie brievenbus hebben gedaan, zodat jullie niet al dat papier krijgen, aangezien wij toch de leukste aanbieding voor jullie eruit pikken. En nogmaals, wees er snel bij als dingen op zijn op dit moment. Het is niet onze schuld. We hebben echt zo snel mogelijk deze video voor jullie online gezet. Maar deze aanbiedingen zijn gewoon eenmaal deze week of misschien nog wat langer geldig. Dus ja, vooral die treinkaartjes gaan volgens mij altijd heel erg hard, zeggen jullie in de comments. Dus ik zou zeggen, ga gewoon gelijk kijken of het bij jou nog wel te koop is. Mochten jullie ook nog leuke aanbiedingen willen delen met elkaar, doe het dan zeker in de reacties hier beneden. Dat vinden we heel erg leuk om te lezen. En stuur ons ook geregeld een DM'tje als je dat leuk vindt. Dan kunnen we dat ook weer delen. Nou, vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk wat leuks in de comments. Of bijvoorbeeld mee te stemmen in de poll. En willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende. Doei! Doei.